Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het zweet staat me dik op mijn hoofd alweer. Ik was net in de slaapkamer om mezelf klaar te maken en het is daar gewoon niet te wezen. De warmte blijft daar zo hangen. Ik heb daar nu het raam opengezet. Maar dat kan ook niet super lang, want ik ga straks boodschappen doen en dan wil ik gewoon geen ramen open. Dat geeft me geen fijn gevoel. Dus hij kan heel eventjes open. In hoop dat het misschien ietsjes doet. Het is wel wat afgekoeld hoor, maar het is hier binnen nog steeds 28 graden. Gisteravond ging het wel in één keer in no time. Toen was het in één keer 5 graden binnen. Toen was hij ineens naar 25 graden gegaan. Toen heb ik het raam opengezet en de deur. Dat was heerlijk, want er kwam echt frisse lucht binnen. Maar het weer bleef uit. Het begon heel hard te waaien. Er zaten echt wel wat donkere luchten, maar er kwam geen regen. Er kwam geen onweer en daar baalde ik ontzettend van. Want ik had me daar echt weer op verheugd. Het is nu ook nog vrij. Het valt nu ook nog wel mee. Het heeft eventjes geregend. Maar het is gewoon bijna niet noemenswaardig wat er valt hier. Ja, het is gewoon jammer dat het daardoor niet heel erg afkoelt. En het warm blijft. Maar goed. Het is eventjes wat het is. Nou, gisteravond heb ik gewoon gekookt en zo. Dat was ook bijna niet te doen. Ik zweette zo de keuken uit. Ik had gedoucht en ik voelde het zweet zo weer langs mijn benen druppelen. Dus ja, het was gewoon verschrikkelijk. Maar goed, we hebben deze 2 dagen in ieder geval weer gehad. En ik hoop nu dat het niet meer zo heel erg warm zal worden. Want ik dacht, het warmte in augustus is wel anders. Maar ik vond het echt wel heel erg warm. Ik heb gewoon gekeken naar waar gaat het over. En de BNB voor Liefde. Dus het was verder allemaal prima. Ik heb even een spelletje gedaan. Toen heb ik lekker mijn vlog afgemaakt. Het is allemaal gelukt. Mijn foto's bewerkt. Dat is ook zo goed als klaar. Dus dat is allemaal fijn. Dan kan ik vanavond mijn blogpost weer schrijven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend. En daarna zie je zij. Het was dus een vervolg van maandag. En ik was wel verrast. Ik had niet helemaal zien aankomen wat hier allemaal gaande was. Dus dat was wel heel erg leuk. Al snap ik nog steeds niks van die ene aflevering waar ik vorige vlog over vertelde. Dat ze naar New York zouden, wat ik nooit gezien heb. Dus ik moet dat eigenlijk nog even uitzoeken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik lekker mijn boek eventjes gelezen. Ging ook wel lekker. Ik heb hem nu bijna uit. Dus hier vloog ik dan wel weer echt doorheen. Dat ging echt wel heel mooi zo. En toen ben ik wel gaan slapen, maar ik had gewoon echt heel erg warm. Het slapen was niet heel lekker. En je kunt je draai niet zo goed vinden. Maar goed, dat heeft iedereen wel last van gehad, denk ik. Tenzij je misschien een airco hebt. En nu had ik een vlieg op de slaapkamer. En ik had hem eerst helemaal niet gezien en ik lag nog even een filmpje te kijken op mijn telefoon en ik zie ineens wat vliegen. Ja, en hij ging echt zo naast me zitten, zeg maar, op mijn onderlaken. Ik denk, nou, toch maar even uit bed die vliegenmap halen, want ik moet dat beest toch maar eventjes doodmappen, want ik wist ook niet of die zoemde en ik moet daar toch niet aan denken dat zo'n vlieg op je hoofd gaat zitten s'nachts, dat hij langs je oren zoemt. Dat was ook allemaal wel weer gelukt. Maar dan heb ik gelijk, mijn hartslag gaat gelijk helemaal omhoog. Slaat nergens op, het is maar vlieg. Ik bedoel, hij bijt niet, maar ik heb daar gewoon last van. Nu straks even boodschappen doen. Dus ik kan nog eventjes stofzuigen. Ik ga vast even wat kleding pakken voor morgen. Dan ligt alles gewoon klaar. Dat ik verder morgenochtend mezelf klaar kan maken. En dan is het gewoon goed. Maar ik had nog een pakket binnen. En die wilde ik jullie eventjes laten zien. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik hier even een rondje doen. En dan ga ik straks boodschappen doen. Dan neem ik jullie gewoon even mee naar de winkel. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Maar ik zal even dat pakketje pakken. En dan zal ik het even laten zien. Hier is de doos. Ik heb namelijk het pakketje van de IKEA. Klinkt heel spannend, valt eigenlijk wel mee. Ik had een kortingscode gekregen van 10 euro korting. Ik weet niet waarom, maar als je voor 10 euro bestelde, kon je die code toepassen en dan kreeg je dus korting. Dus ik dacht, oh, dat is wel handig, want ik moet eigenlijk nog een plankje hebben voor mijn parfums erbij. Nou was het zo, ik was natuurlijk voor een aantal maatjes. 2 maanden terug was ik bij de IKEA in verband met die kast. Toen heb ik bij de plankjes gekeken, maar toen kwam ik er eigenlijk niet helemaal over uit met de maat. Dus toen had ik zoiets, nou weet je wat, ik ga het eerst wel opmeten en dan kan ik hem altijd nog bestellen. Dus dat was mijn plan. Dat plan ging helaas niet door, want dat plankje werd alleen maar geleverd bij hele grote bestellingen. Dus dat was pech, dus dan moet ik nu eventjes naar kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar ik had wel een heel leuk dekbed over te zien. Die heb ik wel gekocht. En daar kreeg ik dus nu 10 euro korting op. Hij was normaal 22 euro, wat ik echt heel goedkoop vond. Want het is dit dekbed overtrek. Hij is leuk roze. Ik heb dus een Lissimo 240 bij 220 heb ik altijd.
En ja, ik vond dit overtrek zo leuk. En ik vind de overtrekken van IKEA zijn echt super fijn. Want er zit altijd een rits in aan de onderkant. Kan ik je nu niet laten zien. Ik moet hem ook nog even wassen voordat ik hem kan gaan gebruiken. Je had meer verschillende kleuren. Ik heb een groene gezien. En ook nog wat andere kleuren. Maar die groene die viel mij op. En die roze natuurlijk. Als jullie nu konden zien wat er gebeurde. Daartje gaat nu letterlijk in deze doos zitten. Dus toen heb ik deze gekocht. En ik was nu dus 12 euro omdat ik 10 euro korting kreeg. Dat vond ik echt een goed prijsje. Terwijl me gewoon, ik kom soms gewoon denk ik van, ja, dan komt het nog te kort. Ik vond deze gewoon super leuk. Ik moet nog eventjes een roze hoestlaken scoren. Die kan ik ook alleen online kopen. Niet in de winkel helaas, want ik heb ook Lizimo. En die zijn in de winkels gewoon niet te vinden. Maar in ieder geval dit leuke roze hoestlaken. Of dekbed overtrek, sorry. Ik raak helemaal van mijn apropos. Piltan de Venge of zo. Ik zal het vast verkeerd uitspreken. Maar ik vind hem super leuk. Dus het nieuwe dekbed overtrek. Voor een leuk prijsje. Dus die ga ik even wegzetten. Die gaan we eerst even uitwassen. Dus dat was even dat pakketje. En heel lang verhaal voor iets wat ik niet eens heb gekocht. Maar ik wilde dat gewoon eventjes mededelen. Ik ga nu eventjes aan de gang. En dan zie ik jullie sowieso als ik terug thuis ben van de boodschappen. Terug van de boodschap. Ik ga die even laten zien. Ik heb bij Lidl dit leuke emmertje gekocht voor het toilet. Oh, bolletje zit erbij, dus nog helemaal nat. Dat vond ik wel heel, heel tof. Leuk roze kleurtje, dus die is dan leuk voor in de wc. Dan heb ik spekjes, boontjes, toetjes, chocomel. Ga ik straks lekker eten. Twee keer kietsaus was in de aanbieding. Dit waren nog kippetatjes. Aardappelschijfjes en even maatverband. Dan heb ik een nieuwe douchekop gekocht. Die voor mij is helemaal beschimmeld. Als het goed is kon ik hem nog wel schoon krijgen. Maar dat heeft even tijd nodig. Dus dan als deze ook gaat schimmelen, dan kan ik ze gewoon een keer omwisselen. En deze heeft dan ook massage, reen, massage en reen. Nou, dit leuke jurkje nog voor 5 euro gekocht bij de Lidl. Ik heb ook een nieuwe douchelang meegenomen. Ik weet niet of die andere erop paste. Mocht mijn huidige gewoon passen, dan kan deze gewoon terug. Ik had een gratis croissantje nog. Dan heb ik hier lachenbekjes. Frikandellen, een kippensoepje was 1 plus 1. Dat. Kipfilet. Beschuit. Broccoli. En slaapink. En dat was het. Dus ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik nog heel even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen. Het is inmiddels helemaal losgebarsten weer. Dus dat is wel lekker. Daar ben ik wel blij mee. Het begon ook echt al onweer net. Dus dan kan straks de boel weer lekker open. Dat doe ik dan even na het douchen. Nog even lekker op de bank even hangen. Straks lekker douchen. En dan eten. Ik weet er alles van. Kijken in de B&B voor liefde. Nog even mijn spelletje doen. De vlog uploaden. Thumbnail maken. En eventjes mijn blogpost schrijven.
ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken, nog even zien zijn. Dan ga ik nog even lezen en dan ga ik lekker slapen. Want morgen word ik weer een beetje op tijd opgehaald. En ik moet even het kaartje legen van mijn camera, want die staat vol. Dus ik heb nu even een ander kaartje erin. Dus dat. En dan kan ik van het weekend wel even met die dingetjes in de douche aan de gang. Want dat is wel leuk. Ik ben daar wel blij mee. Dus ik hoop dat het allemaal past. En als het niet gaat, nou, dan kan het weer terug. Ik heb de bon. Dus helemaal goed. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb een beetje last van mijn rug en dat soort dingetjes. Dus nou, dan komt het ook wel weer goed. Dus bij deze zeg ik dan in ieder geval tot morgen. Een hele goede morgen op deze donderdag. Het is vandaag 15 augustus. Ik ben mezelf aan het klaarmaken, want ik word opgehaald om naar Giethoorn te gaan. Mijn vader die was daar deze week op vakantie. En hij had al gevraagd of vind je het ook leuk om een dagje te komen. Nou, dat is altijd wel leuk. En nou, vandaar. We hadden dus verplaatst, zoals ik al had verteld. Was nu ook maar goed ook, want ze hadden gisteren alleen 's ochtends kunnen varen. Ja, en het is toch wel leuk als je een beetje het water op kan. Dus vandaar. Maar ik ben ook wel blij om er even uit te zuiden. Het is echt intens warm. Hier binnen ook. Het is 28 graden als het niet warmer is. En ik werd ook weer helemaal bezweet wakker. Dus ja, het is allemaal verschrikkelijk wat dat betreft. En ik ben blij als het straks wat gaat afkoelen. En ik hoop ook echt dat het niet meer zoveel graden wordt. Maar we moeten het maar afwachten. Nou, gisteren was eigenlijk gewoon een beetje basic. Ik was natuurlijk vrij laat terug van de boodschappen. Toen heb ik nog eventjes gerelaxed. Toen was het ook tijd om te gaan douchen en eten te gaan maken. Dus nou, dat was allemaal ook wel gelukt. En toen ben ik gewoon lekker de B&B gaan kijken. En ik weet, daar gaat het over. Dus dat was allemaal verder prima. Even een spelletje gedaan. Toen gauw een blogpost geschreven. Eventjes de laatste foto's afgemaakt. En nou ja, mijn vlog geüpload. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken vanavond, de laatste aflevering. En dan kom ik precies uit, want vanaf vandaag staat ook Emily in Paris er weer op. Dus daar kan ik dan lekker morgen naar gaan kijken. Alleen is het ook weer in twee delen, dus dat is wel jammer. Maar ja, daar doe je niet zo heel veel aan. Nou ja, even nog CSI gekeken. En toen zat ik heerlijk in mijn boek natuurlijk, zul je altijd zien. Ik heb er zoiets van, nou, ik ga niet zo lang lezen, want je moet er weer een beetje op tijd uit. Ja, dan zit je er heerlijk in. En ja, nou ja, toen dacht ik van, hey, leg hem nu maar weg. En dan vanavond maar weer verder. Dat is ook prima natuurlijk, maar ja, het is altijd zo, dan zit je er lekker in. Nou, ik ga mezelf even verder klaarmaken. Dan kan ik zo nog even tanden poetsen. En dan ja, ga ik straks weg. Ik neem jullie vandaag gezellig een dagje mee naar Giethoorn. Dus jullie zien wel wat ik allemaal kan gaan filmen. Dat weet ik op voorhand natuurlijk nooit. Dus dat is ook altijd eventjes afwachten van joh, hè, wat is handig en wat is leuk. Maar dat komt vast goed. Dus ik ga dit even afmaken en dan zie ik jullie als ik daar ben. Thank you.
mondje open. Hé, hey, van de. Echt op mijn rechter. Hap, hap. Oh, dat vind ik zielig. Hij grijpt steeds mis. Ben jij een hebbertje, joh? Ja, kom maar halen. Gaat hij niet doen. Mooi gek. Hey, jij gooit mis, man. Je gooit alles naast. Kom eens lekker dicht bij jou. Dat gaan ze echt niet doen, dat durven ze niet. Nou, ik geloof niet dat ze eruit durven als ik er zit. Ik ben heel eng. He, eentje? Kom dan. Eet. Kom maar halen. Spetter, pitter, pater. Ik heb helemaal pater. Zo. Ik hoor weer zo'n brood naast me. Ja, oké. Kom je hem halen, joh? Eentje. Hap, hap. Oh, hij hoeft niet. Sorry. Joho. Ik denk dat ik er nog eens heb. Oh, prettig. Zeer fijn. Ben je blij? Zeer schön, hè? Ja, zeer schön. Pietje. Wordt ook al wel gepraat hier. Ja, ik heb gelijk maar meegedaan. Jij dus dan lekker over zo'n sausbrood, toch niet? Ja, dat kan jij wel. Hap, hap. Eigenlijk is het grappig hoe ze met hun pootjes bewegen, hè? In dat water. Zo. Kom dan. Maar die zijn steeds dingen, dat lukt ze heel niet. Dat eet ze heel niet op. Ze eten de vissen. Ondankbare honden.
Zo, ik ben weer thuis. Jullie zitten even aan het opladen, want de batterij was leeg. Ik weet de camera niet meer aan. Ik denk, nee, hij is toch niet kapot. Maar nee, er is nog geen batterij meer in. Dus toen deed ik het snoertje erin en nou gaat hij weer aan. Goh, zien jullie dat rode hoofd? Ik gloei helemaal. Ik heb lekker gedoucht inmiddels. Het is 9:10 en ik heb inmiddels ook even Ajax aangezet te streamen. Dan ga ik even BNB Verliefd aanzetten. Kijk, ik ben zo'n tekenfilmfiguurtje geworden. Kijk. Wit, rood, wit, rood. Mijn hoofd is ook een beetje rood. Ik weet niet of dit bruin gaat worden. Het is toch wel weer een beetje verbranden. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Want ik denk, nou, zo warm is het niet. Maar op het water gaat het toch wel hard. Katjes hebben lekker eten gehad. Het was een hele gezellige dag. We hebben lekker gegeten. Even nog het huisje schoongemaakt. Want ze hadden besloten om een dagje eerder naar huis te gaan. Ze zouden eigenlijk tot morgen blijven. Maar dan moesten ze nu dat hele stuk weer terug. En ze lagen nu toch eigenlijk al op de route om naar huis te gaan. Ja, ik denk dat ze mij even willen zien, lieverd. Ik heb even de stofzuiger doorheen getrokken. En wat andere dingetjes hebben ze allemaal gedaan. Dus, het was echt een verschrikkelijke stofzuiger. Want ik ben natuurlijk vrij lang. En eigenlijk vond ik dat meer een stofzuiger voor mensen die net wat kleiner waren. Maar goed. Prima, ik heb nog even wat gekocht en dat laat ik morgen wel even zien, want ik heb nu even geen zin meer om weer op te staan. Ik heb een kopje koffie gepakt en nu wil ik gewoon lekker op de bank. Ik heb de ramen opengezet. Mijn lichaam doet nu een beetje zeer, mijn huid althans. En dan ga ik even BNB Verliefd kijken. Ik denk nog even proberen om een beetje een spelletje te doen. Dan ga ik straks mijn foto's bewerken, ik moet mijn haar nog eventjes kammen. En dan ga ik straks de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken en zie je zij. En dan ga ik nog even lezen en dan ook lekker slapen. Maar het was in ieder geval wel een hele gezellige dag. Ik heb jullie geprobeerd zoveel mogelijk mee te nemen. Dus ik hoop dat jullie de beelden leuk vonden. En mocht je misschien er ook een keertje heen willen. Het is echt wel heel erg leuk. Maar het is wel het leukste als je een bootje huurt of zo. Of je moet gewoon op vakantie gaan met een bootje. Want gewoon daar rondlopen is ook wel leuk. Maar op het water is wel echt heel erg lekker. Maar goed, dat is even een korte update. Ik voel me inmiddels zo'n tekenfilmfiguurtje. Mijn moeder zei al, Clarence. Voor degene die misschien niet weten wie Clarence is. Ik zal even een plaatje in beeld zetten. Dat was zo'n figuurtje van zo'n tekenfilm. Die zag er dus ook zo uit met dit helemaal licht en dit gekleurd. Dus zo voel ik me nu. Goed, ik ga nu weer lekker Ajax kijken in BNB Verliefd. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 16 augustus. Ik ben klaargemaakt. Mijn hoofd is nog steeds wel heel erg groot. Je ziet het niet meer zo, want ik heb er nu make-up op gesmeerd. Maar als je naar mijn neus kijkt, zie je dat hij nog behoorlijk de roodheid er doorheen komt. Maar goed, het is niet anders. Ben ik dan nog bruin geworden, vraag je af. Het is nog steeds rood. Kijk, je ziet nu heel erg goed die afdruk. Ik vind het zo raar eruit zien, maar nee, ik ben niet bruin geworden. Het is voornamelijk heel erg rood. Mijn huid is de laatste jaren gewoon echt een stuk gevoeliger geworden. Ik heb voor een paar jaar terug ook voor het eerst echt zonneallergie gehad. Toen dacht ik, zou dit het ook zijn, maar het jeukt nog niet echt. Het is gewoon, het voelt heel warm aan, dus ik denk gewoon dat dit verbrand is. Het voelt gewoon vooral heel erg warm aan, die arm. En als ik dan gewoon mijn been voel, dat voelt gewoon cool. Maar die arm die blijft een beetje gloeien, allebei. Mijn gezicht voelt ook gewoon gloeiend aan. Dus het is gewoon een beetje licht verbrand. Ja, het gaat op het water hard. Is niet anders. Ik heb gisteravond heerlijk genoten van de BNB Vol Liefde. Ik heb ook nog eventjes waar gaat het over teruggekeken, zodat ik vanavond bij ben. En ik had natuurlijk Ajax. Zij hadden de vorige wedstrijd met 1-0 gewonnen en er moest een winnaar uitkomen. En toen scoorde die andere partij ook een goal. Hij wilde er bij Ajax eigenlijk niet in. Dus toen stond het 1-1. En na de 90 minuten en de extra speeltijd was het nog steeds 1-1. Toen hebben ze verlenging gehad. Ging de goal er ook niet meer in. En toen moesten ze penalties nemen. Daar was ik wel een beetje bang voor. Maar het was zo reuze spannend. Want ik wist en niet of de keeper goed was met penalties stoppen. En ik wist niet zo goed hoe de spelers erin waren. Nou, dan zie je ook echt wel dat er gewoon bepaalde spelers zijn die dat ook gewoon niet moeten doen. Die ook gewoon geen strafschop moeten laten nemen eigenlijk. Gewoon in de wedstrijd zelf. En uiteindelijk heeft Ajax het gewonnen. Ik was helemaal verbaasd. De reeks die bleef verlengd worden en verlengd worden. Omdat ze op een gegeven moment echt gelijk stonden. Maar ze hebben het geflikt. Dus ik was heel blij. Ik was ook wel gewoon trots. Ik zie een heel ander spel met deze nieuwe trainer. Ik heb er wel weer vertrouwen in. Dus dat is wel fijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb nog niet alles klaar. Want ik was ook wel gewoon heel erg moe. En ik wilde een beetje knuffelen met de katten. Omdat ik merkte dat die me ook wel hadden gemist.
Maar uiteindelijk, ja, heel veel heb ik wel afgekregen. Toen ben ik lekker gaan kijken naar de laatste aflevering van de Netflix-serie die me zwaar tegenviel. Ik snapte er helemaal geen fluipje van. Het was een raar einde. Nee, dat viel me echt heel erg tegen. Daarna had ik een aflevering van CSI. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Ik zat nog te twijfelen, zal ik een nieuw boek nog starten? Maar ik denk, nee, laat ik het maar niet doen. Laat ik maar gewoon lekker gaan slapen. En dan ga ik gewoon vanavond lekker een nieuw boek uitzoeken. Heb ik ook weer lekker een schoon bed, want ik ga zo meteen mijn slaapkamer lekker doen. Dus verder was het een prima avond. En ik heb nu heerlijk weer lekker uitgeslapen, dus ik ben ook wel weer fit. En het is heerlijk regenachtig, waar ik heel blij van word. Waardoor ik nu lekker kan luchten en de boel een beetje doorwaait. Ik had gisteren nog wat dingetjes gekocht, die zal ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik jullie meenemen bij het schoonmaken van de slaapkamer. Want dat is ook wel weer lekker dat dat gebeurt. Zo, ik ben er even bij gaan zitten. Ik had allereerst nog deze leuke pen gekocht van Giethoorn met zo'n bootje. Ik weet niet of dat bootje ook... Ja, die gaat ook heen en weer. Een beetje van vroeger. Vroeger had je veel van die pennen. En dan gaat zo'n bootje heen en weer. Dus dat vond ik wel leuk. En dan op de achterkant staat Giethoorn. Dan heb ik nog een mok gekocht waar ook de afbeelding van Giethoorn op staat. Ik had een andere. En die vond ik toch niet helemaal Giethoornachtig. Ik probeer hem eventjes open te maken. Mijn wens is eigenlijk om dat soort dingen eigenlijk ooit in de toekomst in een mooie kast te, een mooie vitrinekast te kunnen zetten. Maar dat is voor het volgende huis eventueel, want dat gaat hier niet lukken. Maar ik zal hem een mooi plekje geven. Ik heb nu deze genomen dat je ja, door de grachten. En dan zie je hier op de zijkant Giethoorn en dan is dit met de grachten. Dus dat, ja, grachtjes. Ja, je neemt ook grachtjes. Dat vond ik wel mooi. Ze hadden hem even in een zakje gedaan. Ja, ze zag ook nog hele zakje in. Dus nou ja, doe maar. Ik denk, ik moet toch nog even terug naar het huisje. En dat scheelt dan wel. Dat je terug gaat naar dat huisje. Ik weet niet of ik dit er nou nog in krijg. Zo te zien niet. En ik was even bij de stenenwinkel geweest. Dat heet de Oude Aarde in Giethoorn. Ik heb daar een paar jaar geleden leuke stenen vandaan. En daar hadden ze nu een leuke actie. 10 stenen en ook een schatkistje erbij waar je dus de stenen in kan bergen. Ik had een paar jaar geleden al leuke stenen daar vandaan. Dan is dit dat kistje, zeg maar, wat heel leuk is. En daar heb ik dan ook een aantal stenen bij uitgezocht. En ik kon niet zo goed kiezen. En toen heb ik ervoor gekozen om de actie te doen. En dan krijg je er altijd een blaadje bij. En daar kruisen ze op aan welke stenen je hebt gevonden. En ik heb nu een carniolsteen. En een sodaliet. Ja, en nog wat dingen. Brazilië. 2 keer. Maar ze heeft er ook wat dingetjes bij geschreven. Maar ik kan het handschrift niet helemaal lezen. Maar dat geeft niet. Ik heb deze leuke. Ja, je moet hiervan houden. Je moet dit leuk vinden. Je hebt ook heel veel andere stenen. Die hebben dan ook weer een beetje te maken met bijgeloof. Ik geloof daar zelf niet zo in. Maar goed, als je dat wel hebt, dan is dat ook helemaal prima. En is het ook heel leuk om daarnaar te kijken. Maar ik geloof niet zo dat bijvoorbeeld een steen echt een geneeskrachtige werking of zo heeft. Of dat hij je ergens bij kan helpen. Maar ik vind het gewoon heel erg mooi dit. En dat zijn deze stenen ook niet. Deze. En dan deze. Mijn vrouw zei toen ik ging afrekenen, nou, je hebt het wel hele mooie uitgevist. Ik zeg, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Deze vond ik ook wel heel erg mooi. Het zijn hele mooie gladde stenen vooral. Deze, ook heel mooi. Bruin tinten zitten er vooral bij. En ik had zelf al een roze en een paarse daar vandaan. Deze, groen. Ook wel heel mooi. Kijk, deze ook wel heel bijzonder. Net wat ik zeg, je moet hier echt van houden. Blauwe. Donkerblauw. Nog deze leuke gladde. En de laatste is deze. Dus dat zijn die steentjes. Dus die worden dan ja, hier zo bij. Doe ik hierbij, dan kan ik die andere twee er ook bij in doen. En dan heb ik alles mooi bij elkaar. Ik vind dat gewoon leuk en nu zit het mooi in zo'n doosje, dus dan kun je het allemaal mooi bij elkaar bewaren. Dat was dat. Ik ga nu eventjes een beetje opruimen en dan ga ik de slaapkamer doen, dus ik neem jullie gewoon gezellig mee.
Zo, ik ben klaar. Het was toch nog wel erg warm. Mijn moeder die zei al van ja, ik had gezegd van ik heb alles lekker openstaan. Dus ik vind het best wel benauwd, maar ze heeft eigenlijk best wel gelijk. Er staat bijna geen wind. Maar ik heb wel lekker alles weer klaar. De slaapkamer is weer heerlijk schoon. Het geeft me dan zo'n fijn gevoel. Het idee dat je nou vanavond lekker in een schoon bed kan stappen. En na al dat gezweet en al die warme dagen vind ik dat wel heerlijk. Gisteravond trouwens die nagellak eraf gehaald. Maar er was nog wel een beetje troep die glitterde. Dat is altijd wel een beetje een dingetje. Maar goed, dat wist ik van tevoren wel. Dat moet je altijd een beetje laten weken. Nu ben ik moe en bezweet. En ga ik eventjes lekker relaxen. Ik heb de was nog aanstaan. Ik had ook weer even een was aangezet. Want het was ook weer drama met wassen. Ja, het is... afgelopen week gewoon te weinig gewassen. En nou ja, goed. Die draait nu. Is bijna klaar. Kan ik die straks nog even verwerken. En dan straks lekker douchen. Lekker koken. Het douchen doet nog wel een beetje zeer ook met die armen. Maar ik heb nu gewoon elke keer nu body lotion erop. En dan ga ik vanavond kijken naar waar gaat het over. En weer lekker hutsen en reks. Ga ik even lekker een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Laatste foto's even bewerken van mijn blogpost. Die even schrijven. En dan is het eindelijk tijd voor Emily in Paris, het volgende seizoen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Wel jammer dat er eerst maar 5 afleveringen online komen en de rest dan in september pas. Maar goed, dat gebeurt heel vaak, dus daar doe je niet zo heel veel aan. Dus dat is dus wel heel leuk. En dan ga ik daarna Scott en Bailey kijken en dan kan ik lekker een nieuw boek starten. Dus daar heb ik allemaal wel zin in. Nu ga ik in ieder geval eventjes lekker in relax modus, want ik ben nu een beetje moe. Ik wil gewoon even lekker op de bank hangen. Katten hebben ook net lekker eten gehad. En dan probeer ik nog een beetje door te luchten in de hoop dat de temperatuur iets gaat zakken in huis ook. Dat zou lekker zijn. Dus bij deze ga ik gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 17 augustus. Ik ben klaargemaakt. En ik heb net even een video opgenomen van Hello Kitty. Dus dat is mooi klaar. Dan kan ik zo nog eventjes de... swatches maken op mijn hand voor de blogpost en dan is dat klaar en dan kan het netjes opgeborgen worden. Maar dat ging eigenlijk vrij soepel, dus dat is wel lekker. Ik heb inmiddels hier het raam weer openstaan, want het is lekker koel. Ik zal dus even kijken hoeveel graden het is. In huis koelt hij langzaam af. Het is nu 25,5. Dus het is toch van een paar dagen van 28 naar 25 gegaan. Dus dat is wel lekker. Het is nu 23 graden. Het is ook licht bewolkt. En misschien dat er nog een buitje gaat vallen, maar dat is wel heerlijk. Ik heb het raam alweer openstaan, dus dat is heel fijn. Ik word wel helemaal gek van de slakken. Ik heb dus echt 's avonds continu naaktslakken op mijn balkon. Het is nu al een paar dagen achter elkaar. Uiteindelijk verdwijnen ze ook weer hoor. Ze zijn de volgende dag ook gewoon weer weggekropen. Maar hij komt toch op de een of andere manier steeds weer terug. Het verbaast me eigenlijk. Ze zeggen altijd slakken zijn traag. Maar het verbaast me eigenlijk hoe snel die naaktslakken zich nog voortbewegen. Nou ja, goed. Laten we gewoon hopen dat het met de tijd weer over is. Maar het is blijkbaar nu een dingetje. Oh, ik zie muis ergens naar kijken, maar dat is gewoon een plukje haar op de grond. Ik hou het altijd in de gaten, want ik heb altijd het idee dat ze een beest zien als ze zo kijken. Net als dat ik dat pas had met tijgertje met die spin. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Hudson en Rex. En waar gaat het over? Hudson en Rex was weer gewoon genieten zoals altijd. Was weer heerlijk. Ik kan daar echt heel blij van worden. Nou, ik heb nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal vrij vlot. Ging alleen even mis bij het maken van de thumbnail, want die had ik klaar. Toen wilde die niet opslaan. En toen uiteindelijk was hij heel gek opgeslagen, kon ik het weer helemaal opnieuw doen. Daar baalde ik even van, want het was best wel eventjes wat werk. En dat vind ik normaal helemaal niet erg, maar dan had je het net helemaal klaar. Dus uiteindelijk is het wel gelukt, dus dat is wel fijn. Ik ben begonnen natuurlijk met Emily in Paris. Was weer heerlijk genieten. Alleen het verbaast me dan ook altijd weer hoe kort je afleveringen zijn. Je hebt echt afleveringen van een half uurtje. Kijk, dan zou je kunnen zeggen je kijkt er 2. Maar ja, je hebt maar 5 afleveringen. Want dan moet je weer tot volgende maand wachten tot de andere 5 verschijnen. Dus dat doe ik dan ook niet. Maar ik moest eventjes nadenken hoe alles weer zat. Maar het was wel weer echt genieten. Verder heb ik nog Scott en Bailey gekeken en toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek gestart. Toen ben ik ook eigenlijk wel heerlijk gaan slapen. Ik heb ook echt doorgeslapen nu, dat was heel erg fijn. Een beetje gek gedroomd, maar het was wel gewoon heel erg fijn. Dan merk ik gewoon dat ik nog een beetje moe ben, dat ik nog even moet bijkomen van alles. Maar dat komt ook wel weer helemaal goed. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen en de boel lekker doen.
En dan wil ik eventjes in de douche dat nieuwe bakje neer gaan zetten. En ook even die douchestang vervangen. Dan zal ik jullie ook eens eventjes laten zien wat mijn douchekop, wat de schimmel bij mijn douchekop heeft aangericht. Ik heb nu inmiddels wel de klacht ingediend van die gootsteen. Maar daar moet ik weer een extern bedrijf voor bellen. Want dat doet de woningbouw niet meer zelf. Dus ik moet even kijken hoe dat zit. Ja, die schimmel in mijn douche, dat blijft een probleem. Ik heb daar toen de woningbouw al voor gehad. Die zeiden heel duidelijk, je moet dat zelf oplossen. Nou, ik heb dat toen de tijd echt helemaal zelf ingespreid. Maar het komt net zo hard weer terug. Ik heb geen raampje in mijn douche. Ik heb alleen een afzuiging. Ik mag alleen die afzuiging aandoen. Je mag absoluut de deuren niet openzetten. Want die afzuiging moet die douche droog trekken. Maar ja, je krijgt wel allemaal schimmel. Het is ook zo verschrikkelijk. Ook mijn handdoeken wasmand staat in de douche. En die wordt ook helemaal, ruikt ook helemaal vol schimmel. Dus ik ben weer heel benieuwd. Ik moet nu, ik wil morgen nacht de handdoeken klaarzetten. En dan moet ik maar weer kijken hoe dat allemaal weer afstoot. Maar je wordt er niet vrolijk van in ieder geval. Ik ga jullie straks meenemen bij de douche. Ik ga nu eerst even wat dingen opruimen. En dan is dat ook weer klaar. En dan neem ik jullie gewoon even gezellig mee. En dan kunnen jullie ook even zien hoe dat geworden is. En ik ben ook wel heel benieuwd of het allemaal lukt. Ook met die douchestang. En dan, of met die douchekop. En als dat allemaal lukt, dan horen jullie morgen wel hoe die bevalt met douchen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie gezellig mee. Kijk, dit is er dus gebeurd met deze douchekop. Nou wil ik hem eigenlijk nog wel proberen of ik hem misschien kan schuren. Maar hij is dus helemaal groen geworden vanwege al de schimmel. En deze is ook een stuk groter. Dat is echt veel beter als ik het vergelijk met deze. Dan is deze vrij klein en deze is een stukje groter. Dus dat is lekker. En ook deze staat nu gezellig. Dus die doucheklusjes zijn weer klaar. Dus ik ga nog even kijken of ik die misschien nog schoon kan maken. Maar dan heb ik in ieder geval dit weer hangen. Dus dit is top. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb eigenlijk wel kunnen doen wat ik wilde. Ik heb de vaatwasser leeg geruimd. Nou, die video die staat er dus op. Daar ben ik heel blij mee, want dat wilde ik. Want dat ga ik volgende week allemaal niet redden. Dus dat heb ik mooi klaar. Die douche dat is gedaan. Nou, ik had gelijk ook eventjes zeg maar de kranen en zo gedaan. Dus dat best wel wat kalk op. Ja, dat zijn vaak van die klusjes die ik nog wel eens vergeet. Maar ik heb het nu weer even schoongemaakt, gelijk afgespoeld. En ja, deze douchekop is ook echt een stuk groter als die andere die ik had. Dat had ik niet eens in de gaten. Maar hij is echt een stuk groter. Maar alleen de binnenkantje is dus zwart. Ik dacht dat de buitenkant ook zwart zou zijn. Maar die is gewoon wel licht van kleur. Maar dat is ook prima. En er zitten dus 3 standen op. Misschien kan ik dat nog even laten zien aan jullie. Want hij komt dus bij de Lidl vandaan. Ze hebben hem online ook. En dan... Hier zit zeg maar zo'n knop en daar kun je dan aan draaien en die kun je dan bewegen. En dan komen er dus verschillende standen. Ik heb nu met de meeste water, maar je kunt ook zo'n massagestraal erbij pakken. Dus dat wilde ik nog eventjes laten zien aan jullie. Ja, mocht je misschien denken, goh, ik zou ook een nieuwe kunnen gebruiken. Ja, ze zijn nu superleuk geprijsd bij Lidl. Ik weet niet hoe lang ze in de winkel liggen. Ik heb hem dan afgelopen woensdag gekocht. Maar... online hebben ze ze ook, alleen dan zit je altijd een beetje met die verzendkosten. Dat is niet altijd even prettig. Maar ik was ook wel blij, ik heb gewoon een nieuwe slang er ook aangedraaid. Ik denk, misschien is dat ook maar gewoon het beste. Nieuwe douchekop, nieuwe slang. En het paste allemaal precies. Dus ik heb er gewoon zin in om straks te gaan douchen. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe dat nu gaat met die straal. Ja,
Ik heb wel echt heel veel zin in. Die andere lekte ook aan de bovenkant een beetje. Die moest ik steeds vastdraaien. Die was gewoon eigenlijk, denk ik, ook gewoon echt aan vervanging toe. En dan heb ik weer zo'n vervelende vlieg in huis. Daar word ik ook helemaal krankjoren van. Maar goed. Ik heb nog even lekker in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Dat was ook weer fijn. En toen hebben de katjes net lekker gegeten. Ik had een kwastje laten vallen. Die lag tussen de... Ik dacht dat die achter de droger was. Dus die had ik naar voren geschoven. Toen lag die er uiteindelijk naast. En toen kwam ik ook het puntje, ik had, toen ik een kaart voor Nathalie ging maken, toen is die kaart uit mijn handen gegleden, die lege kaart, en die vloog onder de vriezer. Ik denk, oh jee, die ga ik er nooit meer onderuit halen. Toen had ik met de vliegenmerper, heb ik zo een beetje daaronder, in de hoop dat ik hem naar voren kon halen, maar nu zag ik aan de zijkant het puntje eronder vanuit komen, dus toen kon ik hem pakken. Dus die heb ik ook weer terug. Dat vind ik ook wel fijn, dan kan ik die ook weer gewoon gebruiken. Er zat een klein vlekje op, maar ja, als je daar gewoon iets op plakt, dan zie je er niks meer van. Dus dat is ook allemaal fijn. Nu ga ik lekker relaxen. En straks is dus heerlijk douchen, hoop ik. Maar jullie horen morgen even hoe dat ging natuurlijk. Met de straal of dat beviel. Dan lekker eten. Vanavond ga ik even wat terugkijken. Ik weet nog niet precies wat. Maar je hebt om 9:30 30 seconds of zo op tv. Is een nieuw op SBS6. Lijkt me op zich wel grappig. Ik ken het spel niet. Het bordspel. Het lijkt me wel echt een superleuk spel. Om te hebben. Alleen, ja, ik speel niet zo heel veel spelletjes. Dat zijn spelletjes die kun je niet in eentje doen. Dus daar moet je echt met meerdere voor zijn. Maar het lijkt me wel echt super leuk. Dus, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga het gewoon even kijken. Zo zijn we nog even verder met Disney Dreamlight Valley. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik ga ook even op zoek naar een nieuw editprogramma. Want ik merk toch blijkbaar, ja, ondanks dat de vlog die problemen niet geeft van het praten. Dat het op YouTube dus misgaat. Dus ik moet even kijken. Misschien dat ik gewoon weer even kan kijken of ik naar mijn oude programma terug kan gaan. Maar dan moet ik een upgrade hebben. Want er zit weer nieuwere software op. Staat ook open, dus dan zet ik straks ook even de keukendeur open en dan kan het een beetje doorwaaien. Het was nu weer iets opgelopen, de temperatuur. Het ging eigenlijk de afgelopen dagen best wel gestaag naar beneden, maar ik zag nu dat hij gisteravond weer op 26 graden stond. Dus dan was hij toch weer een half graad naar boven gegaan. Dus dat was wel jammer. Nou wordt het morgen geloof ik ook nog aardig warm. Ik zal heel even checken. Ja, het is zeg maar de komende dagen, de komende drie, het is tot en met dinsdag wordt het dan nog weer 25 en daarna gaat de temperatuur echt wel weer wat naar beneden. Dan zit hij rond de 20, nou 23, 22 en dat is allemaal natuurlijk prima. Ik heb gisteravond een laatste voor de rechter gekeken, die had ik nog opstaan. Die vond ik ook best wel heftig, moet ik zeggen. Maar ik vond de rechters best wel coulant. Daarna heb ik nog zo'n online oplichters aangepakt of zo gekeken. Dat was ook best wel pittig. Het was over een DJ die, die beloofde dan op te komen treden. En dan vroeg hij aanbetaling. En dan vroeg hij later zeg maar nog een keer om het laatste bedrag. En omdat hij dan best wel een goed verhaal had, waren er toch wel mensen die daar ingetrapt waren. Een aantal dagen voor het feest, dan zei hij af. Maar hij... zei ook heel vaak dat ze, of ze kinderen waren ziek, of hij was ziek, of zijn vrouw had ziek. Het was dan allemaal dat ze dan kanker hadden. Nou ja, dat vind ik gewoon al sowieso niet kunnen dat je daarover liegt, want dat hoort gewoon niet. Je kunt niet zeggen van dat je zo'n erge ziekte hebt, want het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk als je dat hebt. Dus dat vond ik allemaal ook wel heel heftig. Ze hebben hem ook wel aangepakt. Hij zat inmiddels ook echt flink in de schulden, wat ik begreep. Dus dat was best wel heftig. En daarna heb ik dat 30 seconds gekeken. En dat was echt wel erg leuk, moet ik zeggen. Je probeert dan toch, ook al zit je op de bank, mee te raden. Ik vertelde het gisteren al even. Het bordspel lijkt me ook echt super leuk. Dus ja, dat was wel echt leuk om te zien. Dus vond ik wel een aanrader. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ging allemaal goed. Nog wat nieuwe boeken meegepakt.
En toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En daarna had ik de laatste aflevering van Blue Lights. Er is inmiddels ook al een seizoen 2. Die is op de BBC, wordt die al uitgezonden. Dat zal in Nederland nog even duren voordat dat komt. Want ze zijn het nu geloof ik aan het uitzenden op elke vrijdag. Dus het is even afwachten wanneer dat in Nederland komt. Maar het was ook wel heftig hoor, die laatste aflevering. Vooral omdat ik wel heel erg benieuwd was naar... grote spullen gepakt. Ik heb hier de Patrice Curl It Volume en Curl Mascara. Dus deze. Heb ik hier de Naturally Vegan Labello. Die had ik al een keer in het groen geprobeerd, maar nu dus in de Acai Beer en Sea Butter variant. En het Peachy Blossom Blush en Highlight Palette van Essence. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Is dat ook klaar? Zo, ik ben klaar. De katten hebben net lekker gegeten. Ik ben boven even bezig geweest, maar ik was heel erg bang, want er zat een wesp. En ik ben echt heel erg bang voor wespen. Ik ben er nooit door geprikt, maar mijn opa is er vroeger wel een keer door geprikt. En ja, dat was toen heel heftig, want toen moest hij ook echt naar het ziekenhuis. En volgens mij had hij toen een allergische reactie, maar ik weet het niet meer zeker, want het is zo lang geleden. Maar ja, ik ben gewoon altijd een beetje bang voor wespen. Ik kan ook niet stil blijven staan. Ik weet dat je rustig moet blijven, maar ik kan dat niet. Omdat hij anders juist gaat prikken. Dus ik heb hem uiteindelijk wel dood kunnen meppen, gelukkig. Anders durf ik niet eens daarheen om kleding te pakken, omdat ik gewoon zo bang ben. De groente is klaar. Ik heb de foto's al geïmporteerd die ik had gemaakt. Ik heb alles opgeruimd. En nu ga ik zo meteen een stream opzoeken om lekker Ajax te kijken. Daar heb ik wel zin in. Ja, het is wel een beetje spannend. Er is geen bewaking van politie, want die staken. Maar nou ja, hopelijk gaat alles gewoon goed. Klaar, een beetje hoofdpijn. Verder ga ik gewoon lekker douchen en eten. Vanavond begint een nieuw seizoen van Alberto Stegeman. Daar vind ik ook altijd wel interessant. Ik denk daarna nog even iets terugkijken en nog even een spelletje doen. En dan ga ik foto's bewerken. En nou, nog even wat laptopklusjes doen, denk ik. Of computerklusjes. En nou, dan ga ik lekker bij Emily in Paris kijken en dan weer zie je zijn. Ik ga sowieso even mijn nagels doen. Ik heb deze moet even geveld, want deze was afgebroken. Die had ik wel geveld, maar ik voel nog steeds een scherp randje. Daar kan ik niet zo goed tegen. En dan ga ik gewoon weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt verder de avond. Dus niet heel spectaculair. Eerst even wat drinken, Ajax opzoeken en dan lekker kijken. Dus ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik ga jullie in ieder geval dan gewoon morgen weer zien, want ja, nu ga ik gewoon eventjes lekker de relax-modus in. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 19 augustus, ik ben klaargemaakt en ik bedenk me ineens. Ik heb jullie geen update gegeven over de douche, want ik zou jullie een update geven hoe het was om met een nieuwe douchekop te douchen. Nou, dat was echt wel heel erg lekker. Ja, een muis zit erbij, dus dat was echt wel heel erg lekker. Dus ja, de straal is echt heel fijn. Ik heb natuurlijk die kleinere straal, die grotere straal gepakt. En ja, dat beviel goed. Dat was gewoon heel erg fijn. De straal is gewoon, ja, het is gewoon heel erg lekker omdat het een grotere douchekop is als die ik had. En ja, ik vind de straal gewoon heel fijn die eruit komt. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor die andere stralen, maar dan heb je minder water. Maar dat zijn van die massagestralen en daar ben ik nooit zo van. Want ik wil gewoon veel water hebben. En nou ja, goed. Dus ik ben er heel blij mee. Eigenlijk voor weinig geld zo'n goede douchekop. Ja, ik hoop dat die mooi blijft. Ik heb ook contact gehad inmiddels met het bedrijf voor de verstopping. Ik had de melding doorgegeven bij de woningbouw. En toen moest ik zelf contact opnemen met het bedrijf. Dus die had ik gebeld. En
Ze komen woensdag tussen 12 en 2, komen ze het probleem voor helpen. Dus ik heb het ook doorgegeven van de douche, want de douche die overstroomt. Dus zodra je dat dekseltje erop legt, ja, nou eigenlijk wil je gewoon dat dekseltje erop hebben, maar dat lukt dus niet, want dan overstroomt die. Ik heb zelf het probleem dieper ligt, maar we gaan het woensdag wel zien. Ik ben heel blij dat ze eigenlijk op deze week nog konden komen. Het kon ook eigenlijk alleen morgen of woensdag nog, want donderdag is boodschappendag en vrijdag hebben we een feestje, dat is 's avonds. Maar ik had Nathalie gesproken, die belde eventjes en ik word wel al op tijd opgehaald. En dan ga ik daar eventjes ga ik naar mijn moeder toe. En, want dan is Nathalie daar ook met de kindjes, kan ik daar ook nog even mee spelen. En dan zijn we gewoon even gezellig bij elkaar. Dus zie ik mijn moeder toch ook weer iets sneller als verwacht. Had ik ook niet helemaal ingecalculeerd, maar was wel een superleuk idee. En dan als het kan allemaal blijf ik daar ook eten. Maar Nathalie had het daar al over, dus ik denk dat het wel kan. Ik heb mijn moeder zelf nog niet gesproken, die was even gezellig op pad met de kindjes. Dus Nathalie heeft ook nog niet teruggeappt, maar die appt wel als ze tijd heeft. Gisteravond heb ik het nieuwe seizoen van Alberto Stegeman gekeken. Super spannend. Was ook weer zo'n meesteroplichter. En die betaalde gewoon niemand. Dus ja, het was wel weer echt super spannend. Ik vond het een mooie uitzending. Ik heb daarna nog zo'n alles kunnen gekeken. En heb ik eventjes Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik had één quest. Er moet nu nog weer daar wel dingen voor doen. Maar op een gegeven moment dacht ik van nou, het is ook wel mooi geweest. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet nog even twee nieuwe maken. En toen ben ik verder gegaan met Emily in Paris. CSI. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik lekker mijn boek gelezen. En toen ben ik gaan slapen. Ik had mijn nagels gedaan. Ik heb nu die andere glitter erop gedaan. Ik kreeg wel de vraag van hoe ik mijn glitters eraf haal. En ik laat het meestal weken. Ik heb als basislaagje een nude kleurtje gepakt. Dit is ook weer zo'n oude uit een limited editie. De tekst is letterlijk zo klein. Ik kan het niet lezen. Maar het is van Kevier Couch. Het staat er gewoon op. Nou, die dus, maar het is al een hele oude. En daar heb ik dan overheen die zilveren glittertjes gedaan. Dus dat is ook wel leuk. En ik vind het effect wel, wel gezellig staan. Dus die heb ik gedaan. En nou, dat was het. Ik ga zo een was in de droger doen. Een nieuwe was aanzetten. En dan moet ik nog een was voor vannacht weer klaarzetten. Want de handdoeken die konden niet in één keer. Dan ga ik lekker de douche poetsen en de gang en de kattenbakken doen. En... nou, dat soort klusjes allemaal. Dus dat ga ik dan eventjes lekker doen. En dan, dan zijn we alweer een poosje verder. Dus ik ga zo lekker muziek aanzetten. En dan ga ik dat allemaal eventjes doen. Dan, ik heb nog heel veel dingen aan de was gedaan. Ik heb gestoomd en was opgevouwen. Dus dat ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik nu gewoon eventjes aan de gang. Dus dat is voor nu de planning. Dus meer heb ik even voor nu niet te vertellen. Maar het was wel weer een heleboel volgens mij. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb alles gedaan. De gang is schoon, de douche is schoon, de bakken zijn schoon. Ik had alleen gelijk weer een invasie vliegen in huis, want ik kan het water zeg maar van het schoonmaken, dat gooi ik nu maar naar buiten. Want ik kan dat niet natuurlijk door die gootsteen doen, omdat het blijft hangen. Hè. Hopelijk vanaf woensdag, als het opgelost is, kan ik daar ook gewoon weer mijn water doorheen doen. Dat zou top zijn. Dus ik gooi dat nu naar buiten. Wat dus ook resulteert, denk ik, dat die slakken steeds komen. Omdat dan die stoep nat is. Maar er vliegen er ook gelijk een heleboel vliegen naar binnen. Ondanks dat ik een hoordeur heb.
Dus ik heb er alweer een paar doodgeslagen. Ik had één zo'n hele dikke. Gisteravond had ik een heel vervelend vliegje. Die was klein, maar die zoemde heel erg. En op een gegeven moment was ik hem kwijt. Want ik vul het water van de drinkwater van de katten vul ik ook bij in de douche. Toen zat hij daar. Dus toen heb ik hem daar dood kunnen slaan. Maar alles is in ieder geval lekker schoon. Nou, Nathan belde nog even om nog eventjes verder te kletsen. Dus dat was ook wel weer leuk. Dus dat hebben we nog even gedaan. Nou, nu is alles klaar. En nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn buik. Maar dat komt uiteindelijk straks ook wel weer goed, denk ik hoor. Maar ja, je merkt wel gewoon dat na die ingreep dat alles veel gevoeliger is met die buik. En nou ja, ik ga ervan uit dat het misschien tijdelijk is. En ik kan het altijd nog aangeven als ik weer op controle moet. Maar dat zullen we wel eventjes zien. De droger draait nu. Dat is natuurlijk nu onwijs warm. Maar ja, goed. Ik heb mijn handdoeken gewassen. Die moeten gewoon in de droger. Want die kan ik echt niet kwijt. En dan worden ze ook wel weer lekker zacht. Want ik doe er geen wasverzachter in. Want dan nemen ze minder op. Qua vocht. Maar ik doe er dan van die waspareltjes bij. En ik heb ook nog van die wasparfum. Dus dat kan ik ook nog proberen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon naar waar gaat het over. En de BNB voor Liefde ook wel weer zin in dat het er weer is. Want ik vind het nog steeds super leuk. En dan ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik lekker eventjes nog twee nieuwe fotootjes maken. Dat moet nog even gebeuren, maar dat kan straks nog even. Het is wel weer iets vroeger donker, maar dat geeft niet. Dat komt goed. Misschien alvast even wat foto's voor vrijdag bewerken. Want ik ga vrijdag denk ik nergens naartoe komen. Want ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Dus ik wil ook alvast de video in elkaar hebben. Dat ik die donderdag gewoon nog wat kan inplannen. Dan staat alles gewoon klaar voor zaterdag. Dan hoef ik ook als ik thuis kom niks meer te doen. Dan alleen bijvoorbeeld nog even serie kijken. Misschien wordt het niet heel laat, maar je weet het nooit. En dan nou, ga ik lekker Emily in Paris kijken en zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om het boek te lezen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 20 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik was net op de slaapkamer. Er zat een vlieg op het raam. Ik zat te kijken. Zit je naar buiten? Zit je binnen? Nee, hij zat dus binnen. Die heeft waarschijnlijk al gezeten toen ik ging slapen, maar hij heeft blijkbaar niet gezoend, want ik heb er geen last van gehad. Of hij is er straks ingevlogen, dat weet ik niet. Maar nu is hij plat. Ik word wel helemaal gek van al die vliegen. Ik had gisteren zo'n dikke bromvlieg. Eigenlijk, volgens mij zijn dat strontvliegen. Nou, ik weet niet of die groen was. Ik heb daar niet naar gekeken. Ik zag hem zitten en... Toen heb ik hem gelijk plat gebept. Ik heb gisteravond gewoon weer de standaard dingetjes gedaan. Zoals gekeken naar waar gaat het over en de BNB voor Liefde. Ik merk wel dat heel veel mensen die komen voor de kandidaten al ergens in hebben gezeten. Want nu schijnt dus dat de man die gisteren gearriveerd is, in juli nog in een ander programma heeft gezeten met zijn toenmalige vrouw. Wat wel een beetje gek is. Dan weet je niet wanneer dat opgenomen is natuurlijk. Maar ja, dat hoorde ik weer, dat las ik weer van mensen op online. Het was een programma wat ik nooit zag. Ik weet ook al niet eens meer wat het was, maar er maakt niet zo heel veel uit. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik had daar nog even wat nieuwe foto's bij gemaakt. Dat is allemaal gelukt. Toen heb ik alvast wat foto's voor vrijdag bewerkt. Dat ging ook wel goed. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. Volgens mij vanavond helaas alweer de laatste. Want ja, het zijn maar 5 afleveringen. Dus daar ben je zo doorheen. En toen zie je zij. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb mijn boek lekker een poosje gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga zo meteen even stofzuigen. Ik moet even een video opnemen. En ik moet even het keukenkastje leeghalen, want ja, ze komen natuurlijk morgen voor de keuken, dus het moet dan wel leeg zijn. Het onderin het kastje, dat ze er goed bij kunnen, dus dat zal ik ook alvast eventjes doen. En nog even een wasje in de droger doen, want ik had die laatste handdoeken was aangezet, dus die moet ook eventjes ja, erin. Dan is die ook weer droog, dus dat is allemaal weer mooi dan, dat het klaar is. En daarna ga ik even Diamond Paint, dus daar neem ik jullie dan nog wel even in mee. Maar nu ga ik in ieder geval eerst eventjes stofzuigen en even zorgen dat de video erop komt. En ik heb weer even het raam opengezet en de deur staat ook open in de keuken. Dus ik kan nog even lekker doorwaaien. Het gaat nu wel langzamer naar beneden, de temperatuur, dus daar ben ik wel blij mee. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Verder ook niet zo heel veel te melden. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Thank you.
kastje is leeg. Hij is nu natuurlijk ook super vies, maar dat maak ik morgen schoon als ze geweest zijn. Want heeft nu niet zo heel veel meerwaarde meer. Dus ja, wordt morgen toch weer vies als ze daarmee aan de gang gaan. Dus dat is een klusje voor morgen, maar hij is in ieder geval leeg. Zo, ik ben lekker klaar. Video is opgenomen. Het kastje is dus leeg, zoals jullie net hebben kunnen zien. Ik zei alleen heel leuk, ja, er gaat een wasdroger in, maar dat is verkeerd gegaan. Ik heb hem niet goed aangezet. Hij heeft dus niet gewassen, dus nou moet ik hem voor vannacht maar klaarzetten. Beetje dom van mijn kant, ja, kan een keer gebeuren. Is gewoon niet helemaal goed gegaan. Mijn moeder zei al van, waarom zet je hem nu dan niet aan? Maar ja, dat duurt gewoon 3 uur, die was. En als die daarna in de droger moet, dan duurt ook nog 3 uur. En dan sta ik ook helemaal niks meer van de televisie. Dus ik heb zoiets, nou, dan doe ik het morgen gewoon. Dat is ook niet erg, maar het was niet zo slim. Ik dacht helemaal dat ik hem goed had afgesteld. Maar ik vond het al een beetje gek, want ik kwam de keuken in en die pauzeknop die bleef een beetje staan. Toen ging ik eraan ruiken. Toen dacht ik, oh, het is wel gewassen. Maar toen haalde ik het eruit. Toen was het dus niet gewassen. Maar goed, dat kan een keer gebeuren. Dat is niet zo heel erg groot probleem. Natuurlijk, ik baalde er wel een beetje van. Maar goed, er zijn ergere dingen. Diamondpainten was ook weer super leuk. Ik ben nu met een ander kleurtje aan de gang te gaan. Was echt wel heel erg leuk om te zien hoe het dan alweer wordt. Alleen ja, het tijgertje die komt er de hele tijd bij. Die loopt eraan te likken en alles. Dus dat is een beetje vervelend. Dus dat vond ik even iets minder fijn. Maar goed, ja, daar moet ik maar eventjes mee dealen. Het is allemaal gelukt. Ik heb alles weer opgeruimd. Ja, ze is gewoon graag overal bij. En dat is aan de ene kant super gezellig. Maar soms is het een beetje lastig. Het zou gaan regenen. Ik zit erop te wachten. Het heeft nog niet geregend. Bij mijn moeder was het wel aan het regenen. Maar ik verwacht dat het straks wel gaat regenen. Ik zal eens even kijken hoe het nu met de temperatuur in huis gaat. 24,5. Dus gestaag, maar hij gaat zachter worden. Ik ga nu zo even lekker relaxen, want ik heb weer een beetje hoofdpijn. Daar ben ik ook een beetje gek van. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer, waar gaat het over? BNB voor liefde en een spelletje doen. En vlog verder afmaken, met in elkaar zetten. En dan ga ik nog eventjes verder met die foto's bewerken. Emily en Paris kijken en daarna nog zien ze. En dan ga ik lekker slapen. En dan morgen komen ze natuurlijk voor de... voor de gootstenen en voor de douche. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik vertel het wel een beetje spannend hoor. Want je weet nooit wat voor iemand je over de vloer krijgt. Dat vind ik echt wel hele spannende dingen. En dan baal ik wel eens dat je alleen bent. Maar goed, zou je een partner hebben gehad en die moest werken, dan was je ook alleen. Dus wat dat betreft maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar ik vind het gewoon altijd even spannend. Maar komt vast goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik denk wel weer dat hij vrij lang is geworden, maar het komt ook omdat ik wat beelden in Giethoorn had gemaakt en ik het niet versneld wilde afspelen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!